dit is Matthijs van Mannenbrein. En in deze video vertel ik je hoe je erachter kan komen of een man je leuk vindt via WhatsApp aan de hand van 5 signalen. Vol verwarring sta je naar je scherm. Ik snap er niks van, denk je bij jezelf. Het ene moment stuurt hij talloze appjes, zo groot als een compleet woordenboek. En het andere moment lijkt hij veel afstandelijker. Vindt hij me nou leuk of niet? Of je hem nou op Tinder hebt ontmoet, of in het echte leven, of je hem net hebt ontmoet, of dat jullie al een tijdje aan het daten zijn. Hoe het ook zit, je weet het gewoon eventjes niet meer. En met de handen in je haren vraag je jezelf het volgende af. Hoe kan ik er nou achter komen of hij me leuk vindt via WhatsApp? Lieve kijker, vandaag ga ik je het antwoord geven. Dus daar gaan we naar het allereerste signaal. En dat is signaal 1. Hij noemt je pluisje. Goeie vriend van mij die had een keer een leuke vrouw ontmoet tijdens het uitgaan. En terwijl ze met elkaar stonden te praten, toen kwam hij erachter dat er een pluisje op haar shirt zat. Dus hij pakte dat pluisje eraf en toen zei hij tegen haar, hey, vanaf dit moment ga ik jouw pluisje noemen, dat wordt jouw bijnaam. En deze oh zo originele bijnaam, die vertelt meer dan alleen een bijnaam. Want op het moment dat een man dit doet, dan zegt hij eigenlijk, ik vind je speciaal en ik vind jou leuk. Oeh, Matthijs, hij noemt me geen pluisje. Is dat nu een slecht teken? Nee hoor, het gaat er niet om dat hij je per se pluisje noemt. Het gaat erom dat hij je een koosnaampje geeft. Op het moment dat een man jou een koosnaampje geeft en zo'n bijnaampje geeft en dan gaat je daarbij noemen, dan is de kans heel groot dat hij je leuk vindt. Daarbij maakt het niet uit of hij je pluisje, Bambi of Pikachu noemt. Het gaat erom dat hij je zo'n koosnaampje geeft. Signaal 2, de smiley face. Hoe leuk WhatsApp ook is, het blijft soms best wel lastig om te begrijpen wat de emotie van een bepaalde boodschap is. Of om aan te geven dat iets sarcastisch bedoeld is, of als een grapje, of een beetje uitdagend, of juist heel speels. En daar hebben die fijne mensen van WhatsApp, eigenlijk vrijwel alle bedrijven die ook maar iets met chatten te maken hebben, iets op bedacht. Namelijk de emoticon. En over de jaren heen, na het coachen van duizenden mannen en onder andere het lezen van hun WhatsApp-gesprekken, is me iets heel duidelijk geworden. Sommige mannen die gaan veel meer emoticons sturen op het moment dat ze een vrouw leuk beginnen te vinden. Dat komt omdat de meeste mannen ook geen held zijn met WhatsApp. Dus die man die begrijpt dat een kale zin, ja, verkeerd opgevat kan worden door jou. Dus voegt hij er veel emoticons aan toe, zoals zo'n emoticon met zo'n tongetje uit zijn mond of zo'n aapje, omdat hij niet wil dat zijn boodschap verkeerd overkomt. Hij wil je niet kwijt zijn, hij wil jou niet beledigen, hij wil niet dat zijn grapje het verkeerde keelgat inschiet. Daarom voegt hij dat soort emoticons toe. En daarnaast wil hij ook nog eens heel veel emotie toevoegen in dat gesprek. Alleen de meeste mannen die weten niet zo goed hoe ze dat met het geschreven woord moeten doen. Dus wat je ziet is dat ze opeens heel veel emoticons in hun berichtjes gaan stoppen in de hoop deze meer emotioneel te maken, zodat jij er beter op reageert. Signaal 3. Hij is net als Mac Taylor uit CSI. Laten we eens kijken naar deze politieagent uit de serie CSI New York, waarin Mac Taylor een verdachte ondervraagt. Let me get this straight. You've been cashing paychecks for 2 years and you finally decide to deposit money this morning. You expect me to believe that? It's a free country. According to your punch card, you were in at 3 a.m. and gone before the other employees got there. You see how that looks? Wanneer een man jou leuk vindt, dan herken je dat al snel aan zijn Mac Taylor stijl van berichtjes. En hoe herken je die stijl dan precies, Matthijs? Kijk, de meeste mannen zijn er niet bepaald creatieve meesterbreinen als het aankomt op WhatsApp. En dus probeert zo'n man het gesprek levend te houden door je heel veel vragen te stellen. Dus als hij heel veel vragen stelt, is dat een enorm teken van zijn interesse. Hallo, tijd voor iets heel belangrijks. Dat een man geïnteresseerd in je is, betekent nog niet dat hij ook daadwerkelijk verliefd wordt. Hoe je hem wel verliefd maakt, dat vertel ik je niet in deze video. Dat vertel ik je namelijk in het gratis rapport dat ik voor je geschreven heb, waarin ik je vertel over de 3 schakels van zijn mannenbrein. Als je hier klikt, dan kan je dat gratis rapport helemaal voor niets in je mailbox krijgen door hem hier eventjes te downloaden. In dat rapport vertel ik je dus over de geheimen van zijn mannenbrein. Doe je voordeel mee en voor nu gaan we door naar het
volgende signalen. Signaal 4. Stelt hij je deze vraag, dan vindt hij je leuk. Tijd voor een klein testje. Welke van de volgende 4 vragen laat direct zien dat een man interesse in je heeft? Is dat A. Wat is je lievelingsgerecht? Is dat B. Wat zijn je hobby's? Is dat C. Vind jij Dear John ook zo'n gave film? Is wel oprecht een hele mooie film. Of is het D. Wil je een keer met mij uit? Ik geef je eventjes 5 seconden de tijd om tot het juiste antwoord te komen. Het is antwoord D. Wat ben je toch ook een genie. Oké, je hebt dus helemaal gelijk. Een man die aan mij uitvraagt is een man die interesse heeft en die je in ieder geval leuk vindt. Dus op het moment dat een man met datevoorstellen probeert te komen. En let op, echt met datevoorstellen probeert te komen. Hij zegt dus niet alleen van, lijkt het je leuk om nog een keer af te spreken. En vervolgens laat hij niks meer van zich horen. Hij komt echt met datevoorstellen en hij handelt daar ook naar. Dan vindt een man je leuk. Maar Matthijs, hij heeft me nog niet uitgevraagd. Vindt hij me dan niet leuk? No worries. Sommige mannen die kunnen het namelijk eng vinden om je op date te vragen. Ook op WhatsApp. Ze willen namelijk geen blauwtje lopen. Gelukkig heb ik iets voor je. Ik heb namelijk hier, als je op deze link klikt, een artikel voor je waarin ik je vertel hoe jij me een klein duwtje in de rug kan geven zodat hij jou ook daadwerkelijk op date vraagt. Dus ga als je nu aan een man aan het daten bent die er een beetje lang over doet, dan naar dit artikel en dan verklap ik je precies hoe je dat kan doen. Voor nu, door naar signaal 5. Signaal 5. Dubbelteksten. Stel, je hebt echt een hele drukke dag. Misschien ben je al de hele dag hard bezig op werk en je hebt gewoon niet eens tijd om op je telefoon te zitten. Dus heel de dag negeer je je telefoon en aan het eind van de dag pak je hem er weer bij. Je ontgrendelt hem en, wat zie je daar? Allemaal berichtjes van hem. Achter elkaar, zonder dat jij ook maar een woord hebt teruggestuurd op verschillende tijdstippen. Dit fenomeen noemen we in de datingcoachwereld dubbelteksten. Een man die jou leuk vindt, die kan zich schuldig maken aan dubbelteksten. Een dubbeltekst houdt in dat hij een berichtje stuurt, een paar uur wacht en je nog een berichtje stuurt, zonder dat jij hebt gereageerd. Hij tekst dus 2 keer achter elkaar. Het kan natuurlijk ook een kortere tussenpauze zijn of een langere tussenpauze als je een hele dag niet hebt gereageerd of whatever. Maar je snapt het principe en dat ziet er dus zo uit. Ja. Op het moment dat de man dit doet en dan laat zien van, ik wil zo graag met jou in contact blijven, dat ik gewoon nog een berichtje stuur, dan kan je ervan uitgaan dat een man jou leuk vindt. Oké, wil jij nou nog meer signalen waardoor jij erachter kan komen of een man jou leuk vindt op WhatsApp? Ga dan naar het artikel op mannenbrein.nl. Daar leer je onder andere datgene wat een man nooit doet op WhatsApp, tenzij hij je leuk vindt. En je leert over 2 tijdstippen waarop een man jou WhatsAppt op het moment dat hij je wel ziet zitten. Dus ga naar het artikel toe en dat doe je heel gemakkelijk door op de link te klikken in de beschrijving. Wat je hieronder ook ziet trouwens, waar die link ook staat, maar dan net iets erboven, is de abonneerknop. Druk die gelijk in, zodat je elke week de nieuwste video's krijgt over zijn mannenbrein, over daten, relaties. WhatsApp, wat je ook maar wil weten over mannen, zodat jij eindelijk die man van je dromen aan de haak kan slaan. Mocht je nou rechtstreeks naar het artikel willen, dat kan natuurlijk ook. En dat doe je gewoon door hier op deze link te klikken. Dan ga je namelijk rechtstreeks naar het artikel toe. Dus klik op die link, dan zie ik je in het artikel.